Yo mensen van mijn kanaal, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe serie jongens. Holy shit, we zijn gewoon lekker bezig met de nieuwe serie, ik heb echt hartstikke veel zin in. En zoals je ziet, deze serie gaat over Java, hoe je de standaard dingen van Java weet. Dus eigenlijk gewoon de basic Java in principe, want je hebt ook Java nodig om plugins te gaan maken. En ik dacht zo bij mezelf, ik doe wel plugin tutorials of bucket tutorials, spiker tutorials, maar ik doe geen Java tutorials. Omdat, ik bedoel, je hebt toch wel Java nodig om, zeg maar, plugins überhaupt te gaan maken. Tenminste, je hebt Java-kennis nodig. Zonder dat gaat het heel lastig. Zonder dat weet je niet wat alles betekent. Zonder dat kopieert alleen maar. Dus daarom gaan wij, tenminste ik, ga jou leren hoe jij Java gaat leren. De series beginnen eigenlijk heel smooth eigenlijk. Het is gewoon, het gaat stap voor stap. Ik ga niet alle onderwerpen natuurlijk behandelen van Java, maar ik ga de belangrijkste onderwerpen behandelen en die je gehyped gaat krijgen. Dus ik ga niet onderwerpen behandelen waar die niet, die, ja, ik bedoel, er komen nog duizenden series aan of duizenden afleveringen. Dus misschien kunnen we wel alles gaan behandelen, wie weet. Tenminste, we gaan nu gewoon lekker beginnen met de standaard, echte basic shit van Java. Want ik kan me voorstellen dat er, zeg maar, onder jullie kijkers zijn er best wel wat mensen die niks van Java afweten of die überhaupt nog nooit van het woord Java hebben gehoord. Dus daarvoor is deze serie eigenlijk ook, om een beetje op weg te helpen en gewoon langzaam goede Java dev te worden, hè? Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Voordat ik gewoon ga beginnen, wil ik even een mededeling doen en ik wil een mening van jullie. Je mening mag je gewoon lekker achterlaten in de comments, maar het zit zo. Ik ben met een aantal projecten bezig en een van die projecten is dat ik een soort van klein bedrijfje aan het opstarten ben. Alleen daarbij hoort natuurlijk ook een website. En op die website ga ik, zeg maar, allemaal tutorials, zeg maar alle tekst tutorials, ga ik het allemaal uittypen voor jullie. En dan ga ik allemaal opdrachten neerzetten. Ga ik allemaal, ja, zeg maar, ze doen, ja, je kan natuurlijk ook mijn video's gaan kijken. Maar weet je, op die site kun je dan bijvoorbeeld, stel je het weet het even niet of je snapt er helemaal niks van, daar leg ik het allemaal haarfijn uit en dat ga ik dan ook doen. Ja, en dat is ook om jullie weg te helpen. Vooral, ik ga er ook thuis opdrachten doen, dus opdrachten die je zelf kan doen en codes die je moet gaan fixen zelf en zo. En het is allemaal om jullie te gaan leren. En dat werkt op zich wel het beste. Gewoon dat je het zelf doet in plaats van overkopiëren. Dus dat zit er ook aan te komen. Ik weet nog niet wanneer. Misschien gaat het een maandje duren, geen idee. Maar het zit er sowieso aan te komen. En daarom wil ik van jullie weten, wat vinden jullie van dit idee? Gaan jullie het gebruiken? Gaan jullie veel op de site zitten misschien? Of moet ik wat toevoegen? Of moet ik wat ervan afhalen? Zeg het maar allemaal. Laat het weten in de comment. Maar goed, we gaan gewoon lekker beginnen met de serie. Want daarvoor zijn jullie natuurlijk weer. Ik zelf gebruik het programma IntelliJ. En jongens, jullie spamden mij helemaal vol met waarom gebruik je dit niet, waarom gebruik je IntelliJ niet, waarom gebruik je Eclipse nog. Nou, dat is heel simpel eigenlijk, want heel veel van jullie hebben ook nog Eclipse. En heel veel van jullie, zeg maar, zijn nog niet op het niveau van IntelliJ. Ik was wel van plannen te gaan gebruiken bij aflevering 50 uit mijn hoofd. Ja, gewoon op midden van, op de helft van 100 of zo. Maar ik wou het gaan doen van aflevering 50, want dan vind ik dat jullie, zeg maar, al goed genoeg zijn. Niet dat IntelliJ zo een moeilijk programma is of zo, maar het is maar net wat je zelf leert. Ben ik ook een beetje, zeg maar, verslaafd geraakt aan Eclipse, want aangezien je best wel veel handige plugins hebt die je bij IntelliJ niet hebt. En ook al is IntelliJ een handiger programma en handiger voor dit, weet je, elk programma heeft voordelen en nadelen. Eclipse heeft dan weer voordelen en nadelen. En IntelliJ heeft ook weer voordelen en nadelen. In principe, ik gebruik gewoon alle tweede programma's. Op school gebruik ik IntelliJ, thuis gebruik ik Eclipse. Maar ja, ik dacht gewoon, laten we gewoon deze serie met IntelliJ gaan doen. Want in principe maakt het niet uit. En jullie wouden dit, dus ja, weet je het. Ik heb het gewoon gedaan. En ja, mocht je Eclipse weer terug willen, laat het ook weten. Ik vind het helemaal goed. Maar laten we gewoon beginnen. Ik wou net al beginnen. Maar zoals ik al zei, ik gebruik IntelliJ. Als je niet weet hoe het programma werkt, zou ik even opzoeken hoe je gewoon even een standaard projectje aanmaakt. Het is eigenlijk gewoon heel simpel, gewoon in je SRC gewoon even een package aanmaken en een klasje of gewoon direct een klas, wat je aan wil, joh. Ik vind het helemaal goed, zolang het werkt, weet je. Nou, gewoon een standaard Java klasje en dan krijg je dit. Ja, en dan, ja, de console krijg je nog niet, maar dat had ik eventjes openstaan.
Ja, ik heb hem even Hello World genoemd, want wij gaan Hello World oefenen, zeg maar. We beginnen gewoon in het begin, dus ik ga alles uitleggen, gewoon... Ja, alles, nou, niet alles natuurlijk, maar ik heb een aantal onderwerpen opgeschreven die ik ga behandelen. En vandaag zijn het de variabelen en Hello World. En wat met Hello World wordt genoemd, is eigenlijk dat je een Hello World in een console krijgt. Dus het staat er gewoon Hello World, weet je wel. Dat kan, zeg maar... Als we dan over Minecraft plugins praten, dan zeg maar, zie je in een console staat er Hello World. Zo moet je het zeggen, maar dat is system. Maar als allereerst zal ik wel even zijn, zeg maar, als je Java wil gaan testen. Dus als je het in een console van het programma waarin je bewerkt wil zien. Dan zeg maar, ja, moet je dit gebruiken. Public static void main. Als je niet weet wat het is, dan leg ik het zo uit. En dan gebruiken wij de string... Oh, shit. Sorry. De string array en dan argumenten. Dat wordt allemaal verduidelijk. Oké. Okay. Ik zal bij het begin beginnen. Lijn 1 is eigenlijk heel simpel. Is de package. Nou, mocht je zeg maar geen package hebben... Dan staat in principe gewoon... Dan is gewoon de hele lijn weg. Maar heb je wel een package, dan staat de package en dan jouw eigen package naam. En dit is in dit geval de package, Learn Java heet het. Gewoon, ik heb gewoon even random package naam genoemd. Je mag gewoon lekker zelf noemen hoe je wilt. Alleen je mag een bepaalde characters niet gebruiken, zoals comma's en ja, allemaal nog andere dingen. Gewoon die standaard dingen. Punten wordt aangeraden, dus je kan bijvoorbeeld ook Learn Java... .justin, weet ik veel, jt of zo, wat jij wil. Je mag het zo lang maken als je wil, alleen ja, het is niet echt aanraden. Maar je gebruikt een package, zeg maar, om je plugins te sorteren, zeg maar, aangezien... ja, je gebruikt gewoon plugins gaan sorteren. En zodat, zeg maar, ja, ik weet niet hoe ik precies goed uitleg, maar in principe gaat het zo dat door middel van je package kan jouw plugin zien waar alles staat. Dus... Je hebt het eigenlijk ook zelf, voor jezelf is het een beetje op orde. Want anders staat, zeg maar, anders doe je alles in één klas. Nou, dat, ja. Ik ken mensen die dat doen, geloof me. Maar zelf, persoonlijk, vind ik het echt absurd dat mensen dat doen. Weet je, ik bedoel, in een koelkast duw je toch ook niet alles op één vak. Dat doe je toch ook gewoon alles door middel van verschillende vakken. Doe je toch ook niet alles in één vak. Dat doe je toch ook niet. Tenminste, ik doe dat niet. Misschien, er zijn vast wel mensen die dat doen, maar ik denk dat jij dat ook niet gaat doen. Of tenminste, ja, of wie dat ook doet. Tenminste, je koelkast is gewoon netjes opgeruimd. Tenminste, het is niet... Nou, ik snap wat ik bedoel. Maar goed, dan hebben wij de klasnaam. En dit is altijd de public class. Ja, je kan natuurlijk ook wat jij wil, een private class doen. Wat jij wilt. Ja, alleen ja, momenteel is het niet... Niet toegankelijk, maar je kan alles zien. Je bijvoorbeeld, ja, hier heb je public class, dat is gewoon je klasnaam, hoe je hem hebt genoemd. In dit geval is het Hello World, maar je kan hem zo in principe, je kan hem gewoon zoals altijd gewoon noemen hoe je wilt. Dus bij class kun je altijd nog veel meer dingen mee doen en je kunt in principe zoveel meer dingen mee doen. Hier kun je zeg maar ook je gaan implementeren en gaan extenden. Dus alle externe classes kun je gaan extenden of implementeren. Dat kun je daar ook allemaal doen. Maar daar zijn jullie zeg maar... Ja, misschien zijn jullie daar wel aan toe. Dat weet ik niet. Maar tenminste, voor als je het kijkt, dan ben je daar nog niet aan toe. Aangezien als je niks van Java weet, dan ben je hier nog niet aan toe. Maar goed, daar zijn we nu niet over. We zijn hier over Hello World en de variabelen. Ik begin eerst met Hello World en dat is eigenlijk heel simpel. We hebben hier een public static void main string argument of string array en dan args. Of args. Nou, dit doen programmeurs, devs, dit doen dat heel vaak. Vaak doen ze dat standaard als automatisme. Maar dat doe ik trouwens ook. Ik weet niet waarom, maar dat heb ik mezelf gewoon zo aangeleerd. Dat kun je zelf ook aanleren trouwens. Het is in principe zo public, dit hele... deze hele functie, dat zeg maar, dat zorgt ervoor dat alles wat jij erin zet, wordt uitgevoerd in je console. Als je dit zeg maar in de console, of als je dit in een plugin doet of zo, ja, dan zal je het waarschijnlijk ook in de console zien. Maar dit zeg maar, als je dit dan runt in dit programma, dan kun je het gewoon in je console zien en dan kun je zeg maar alle codes kun je gaan testen. Dus stel je weet
niet of iets werkt. Bijvoorbeeld, je wilt gaan kijken of dit stukje code werkt. Dan kun je het gewoon hierin douwen. En het is eigenlijk super chill. Want zeg maar, als je op start klikt, dus gewoon op start, en je hebt dit niet, ja, dan zal die het niet gaan doen. Tenminste, hij zal het gewoon niet gaan doen, aangezien je dit niet hebt. Dus je moet dit wel hebben, zeg maar, als je het gaat testen. Maar goed, de Hello World. Dat is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon system.out.print. Ja, je kan natuurlijk print of je kan print line. In principe, print kun je mee alles mee uitprinten. En print line, dan print je maar een lijntje uit. Ja, het zegt het. Kijk, Java is eigenlijk heel standaard. En dat is allemaal heel, zeg maar, logisch. Alles lijkt op elkaar. Alles is gewoon logisch. In principe, Java kun je gewoon een boek mee schrijven in vorm van een code. Ik bedoel, in principe hier zeg je systeem. En dan wil je iets, zeg maar, naar buiten brengen. Dus out. En dan wil je, wat wil je dan, zeg maar, naar buiten brengen? En dat is een print lijntje. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. Je moet stap voor stap voor stap moet je het gaan lezen. En dan begrijp je het ook meer. Bijvoorbeeld hier, dit is een public. Dus public, dus zeg maar, iedereen mag het gaan gebruiken. En wat mag iedereen gaan gebruiken? Een klas. Nou, dus iedereen mag de klas gebruiken. Iedereen mag een klas gaan gebruiken. Maar welke klas? Dat is de Hello World klas. Dus iedereen mag de Hello World klas gaan gebruiken. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. En dat is eigenlijk hetzelfde hier. Public, dat is voor iedereen. Static, dat zeg maar, dat is letterlijk voor iedereen. Ja, in principe zeg maar, public is voor, ja, is globaal voor iedereen. En static, zeg maar, voor de hele wereldbevolking of zo. Zie het maar zo. Ik doe het even als voorbeeld. En dan void, ja, dat is gewoon een functie. Dat is gewoon een functie die je kan noemen. En dan, zeg maar, wij hebben nu een functie die voor letterlijk de hele wereldbevolking geldt. En die noemen wij main. Dat is, zeg maar, een standaard functie in Java. Zo heb je er meerdere. Maar, zeg maar, als er main staat, dan weet Java dat, oh, dan moet ik in de console gaan runnen. Nou, en zeg maar, je kan functies kun je altijd nog opvullen met dingetjes. Dit is trouwens string array. Dat wordt in aflevering 3 of aflevering 4 wordt dat verduidelijkt. Dan ga ik dat ook uitleggen. Nou ja, en dit zit er dan in. Dus, zeg maar, het is gewoon allemaal zo logisch, jongens. Alles wordt gewoon logisch. Als je het, zeg maar, niet te moeilijk erover nadenkt, als je het heel logisch gaat nadenken, dan denk je van, oh, zo zit het dus in elkaar. Ik snap dat er soms wat moeilijke dingetjes tussen zijn of tussen zitten. Maar in principe 80% is gewoon allemaal logisch. Dus kijk, als we dan, oh, sorry, kijk. Dit is ook een string. Mocht je dat nog niet weten, die twee haakjes is een string. Dus meestal als je zeg maar eentje doet, dan komen er automatisch twee. Dat heb je meestal in elk programma wel. En dat is een string. En in een string kun je zeg maar letterlijk elke character neerzetten. Dus er is geen één character die er niet in past. Dat is er niet. Ja, er is vast wel eentje, een heel raar dingetje waar ik niet van af weet. Maar in principe, je kan gewoon alles erin douwen. Je kan zelfs die twee quotes kun je, zeg maar, ook erin douwen. En dan moet je gewoon, oh, moet je gewoon zo doen. Hopsakee. En nu zie je die twee icoontjes hier in de console. Dat is eigenlijk gewoon de basic rules van Java. Dat doen wij de volgende aflevering. Gaan we de basic rules van Java leggen. Of ga ik jullie de basic rules van Java leggen. Dus nu wat hij doet is zeg maar, hij gaat naar de systeem. Dus de systeemconsole. Dan gaat hij iets naar buiten brengen. Dus out. En daarna print hij een lijntje. En wat in dat lijntje zit, zit erin. In die functie. Dus in dit geval Hello World. En dat kunnen we ook gaan uittesten. Als je daar in, ik heb IntelliJ. Als je Eclipse hebt, dan is hier ergens een groen icoontje. Een playbutton of een groen playknopje. Dat heb ik trouwens hier ook. Maar ik kan gewoon rechtermuisknop op en dan run. En gaat hij ook runnen. Dus hij is even aan het laden, want dat doet hij altijd de eerste keer. En zoals je ziet, staat er Hello World. Nou, en zoals ik al zei, je kan die haakjes ook erin douwen. Zo. En dan moet je gewoon dat icoontje gebruiken. Maar dat is nu niet van toepassing. Maar dan kun je zien dat het werkt. Oké, hij zegt een class not found. Oh, sorry. Sorry hoor. Dan is werk 5. Nou, zo ziet. Zie je die twee
Ik weet nog steeds niet hoe ze heten, die twee kantjes daar. Trouwens, Java is ook echt een heel erg jank programma. Soms zijn er dingetjes, zijn er bugs in het programma. Dat is niet alleen in IntelliJ, maar ook in Eclipse. Ze is gewoon bugs in het programma van dat het wel werkt, of dat het wel heeft gewerkt, of dat het opeens padboom gewoon niet meer werkt. Dat heb je zo vaak. En dan zit je uren te testen en te kutten van waarom werkt dit nou niet? Nou ja, het werkt wel, alleen waarschijnlijk heb je ook iets vergeten. En wat ook heel vaak voorkomt, jongens, dan moeten jullie echt aanleren om uitroeptekens ook gewoon weg te halen en dat je het niet vergeet. Want stel je vergeet een uitroeptekentje, dan ja, nou, dan kun je het net zo goed opgeven. Dan loop je echt uren te zoeken en dan weet maar niet waar het aan ligt. En dan pas na 5 uur kom je erachter dat het aan zo'n stom uitroeptekentje ligt. Dat willen we niet hebben. Dus gaan we dat gewoon lekker. Dat moet je gewoon aanleren. Dus nu weten we eigenlijk hoe we een lijntje gaan printen in de console. Dit is gewoon de console. Elk programma is natuurlijk weer anders, de console. Maar dit is mijn console van IntelliJ. Mocht je dat hebben. Gewoon rechtermuisknop en een run. Maar dat zag je net al. Nu ga ik de variabelen leren. En dat is eigenlijk heel simpel. Variabelen, dat zijn eigenlijk zoals int, een string, een double, een float, een noem het maar op. Ik kom even momenteel niet op, Anne. Maar dat kun je eigenlijk bovenaan, of dat kun je eigenlijk gewoon in de hele klas overal gebruiken waar je wilt. Ook merk ik echt heel vaak dat mensen, zeg maar, dat mensen hierboven gaan schrijven. Nou, lieve schatten, dat kan niet, want je kan die alleen importeren. Maar dat wordt nog verduidelijkt. Alleen alsjeblieft, schrijf gewoon niks boven een klasnaam, oké? Okay? Schrijf er niks boven. Meestal doet het programma het automatisch. Eclipse bijvoorbeeld, dat import het allemaal automatisch. Maar alsjeblieft, schrijf er niks. Tenzij het echt nodig is, dat je het moet doen. Maar als je er niks te zoeken hebt, afblijven van die plek, afblijven. Hetzelfde geldt voor dit. Als je bijvoorbeeld hier doet, system.out, dat print line, dat doet het ook niet zoals je ziet. Oh god, ik klik allemaal dingetjes aan. Dat print, oké, ja. Je weet wat ik bedoel. Kijk, meestal komt automatisch iets, maar dat komt gewoon niet. No suggestions. Omdat het niet in een functie is simpelweg. Wat je wel hier kan doen, is variabelen. Dus een int, een float, een string, noem het allemaal maar op. Je kan ook je eigen variabelen maken, maar dan gaan we weer naar de advanced. Dus in principe, ik ga gewoon uitleggen wat we hebben hier. We hebben een int en we hebben een double d. En we hebben een float. En we hebben een string. We hebben ook nog een short. Dat kan ook natuurlijk. Kan ik ook nog eventueel. Ja, en natuurlijk een long. Dit zijn allemaal van die dingetjes die we hebben. Ja, we hebben ook nog een char. Maar momenteel is dat, zeg maar, nog niet. Hoort dat niet echt bij de basic set. Ja, en we hebben een void. Maar dat is geen variabele. Dat is een func. Ja, dat is wel in principe wel een variabele. Alleen het gebruik je meer, zeg maar, voor een functie. Dus oké, ik ga het even stappen. Een int is gewoon een geheel getal. Dus mocht je weten, het int heeft gewoon 32 bits. En dat kan oplopen tot zoveel. Al weet ik niet even 1, 2, 3 uit mijn hoofd hoeveel. Maar het heeft in ieder geval ongelooflijk veel. En hoe je dat kan, zeg maar, kan doen, is eigenlijk heel simpel. Int is 5, dat is natuurlijk een heel getal. En 6, en je kan ook gewoon hier, oké, dit is ook een heel getal. En zoals je ziet, dit is te lang. En wat zegt er? Too large. Kijk. Nou, een int heeft standaard, heeft als het goed is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, 9. Oh, nou. Ik dacht al altijd 8, maar goed, het heeft 9 blijkbaar. dat heeft een int. En dat is gewoon een geheel getal, is niks mis mee. Je kan het natuurlijk ook schrijven. Ja, je hebt een int, dat is, zeg maar, gebruik je voor variabelen. Maar je hebt ook een integer, dat is gewoon precies hetzelfde. Het maakt niet echt, boeit niet hoe je het schrijft. De computer weet in ieder geval wat je bedoelt. De double,
dat is misschien al wat bekender bij jullie. Of dat weet je misschien al wat het is, aangezien het zeg maar logica is allemaal. Double is een gebroken getal. Dus dat zijn comma-getallen, dus 20.2. Je kan ook 20d schrijven. Dan zeg maar maakt die automatisch de 20.0 van. Dat het kan allemaal, zeg maar 100d of zo, dan maakt die automatisch 100.0 van. Dus als je een d'tje erachter schrijft, dan maakt hij automatisch een double ervan. Je hebt ook een float. Dat is een reëel getal. Oftewel, het is eigenlijk hetzelfde als een double, maar het heeft minder bit. Dus dat betekent ook dat het minder aan kan. En dit werkt eigenlijk hetzelfde. Je kan, je kan zeg maar 123f kan gebruiken of 123, het maakt niet uit. Hier moet je trouwens wel, zeg maar, hier kun je niet punten dingetje gebruiken. Want zoals je ziet, staat de required float found double. Aangezien een double is echt alleen maar een puntgetal. Het is niks anders. Een double, het enige puntgetal is een double. En als je een float maakt, is het gewoon even ervoor. Het maakt echt geen donder uit wat je gebruikt. Hij ziet hem toch als een float, aangezien je hiervoor heb aangevinkte float. Mocht je trouwens niet weten waarom ik dit zo doe. Volgende aflevering probeer ik alle basis dingen uit te leggen van Java. Dus ik ga natuurlijk niet alles in één aflevering doen, want ik heb net het koelkastverhaal verteld. Nou, een string, dat weten jullie onderhand misschien wel. Dat is gewoon een tekst en hier kunnen alle characters kunnen erin. Oftewel, Hello World kan hierin. En ja, een string kun je natuurlijk plus gebruiken. Kun je zeg maar allemaal dingen bij elkaar optillen. Dus dat kun je in een string gebruiken. Of dat is eigenlijk ook standaard Java. Dat kan ook in een int. Dus dit plus dat. Plus dit plus dat. Alles wat je wil. Een short daarentegen is een klein geel getal. Dus dat is eigenlijk zeg maar. Ja, het zegt het al. Oh shit. Nou, een short is eigenlijk gewoon een klein geel getal. Oftewel, het is gewoon een getal wat zeg maar minder dingen aan kan dan een int. Kijk, maar zoals je ziet, als ik dat zeg maar kopieer van de int, staat er dat het, hij zeg maar, hij moet een short hebben, alleen hij heeft een int gevonden. Als het goed is, uit mijn hoofd is dat 4. Oké, het is 5. Waarom zit ik er steeds eentje ernaast? Hoe kan dit? Ik geen idee. Nou, dan heb je de 5. Kijk, in principe, je kan het gewoon door het programma laten doen. Alles komt automatisch en alles wordt verduidelijkt. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nou ja, en bij een short kun je helaas geen S doen. Ja, dat ik jullie te pakken, hè. Ja, nou, een short is eigenlijk gewoon hetzelfde als een int, maar dan net iets kleiner. Bijvoorbeeld, je wilt de leeftijd van iemand weten, dan zou ik gewoon een short gaan gebruiken en geen int, want dat is overbodig. Een short heeft ook, zeg maar, minder bit. Een short, volgens mij heeft dat 16 bit. Of 8? Nee, 16. Ik denk 16. Short heeft volgens mij 16 bit. En dus dat houdt in dat het zeg maar veel minder geheugen en veel minder opslag en noem het allemaal maar op. Dat scheelt gewoon heel veel en het zeg maar is makkelijker met tellen. Maar er zit nog veel meer achter. Er zit nog veel meer informatie achter en veel meer zeg maar ja dingetjes. Maar ik leg het zo uit. Ik probeer het in dummy-taal uit te leggen zodat jullie het begrijpen. Niet opeens allemaal in de comments spammen. Justin, noob. Weet je wel, ik ken dat hoor. Ik ken dat. Oké, maar goed. Long is eigenlijk daarentegen. Is gewoon hetzelfde als een short, maar dan heel groot. Het zegt het al, een short en een long zijn eigenlijk precies hetzelfde. Alleen een short is heel klein en long is heel groot. Dus, zoals ik al zei, ik kopieer de int en zo ziet het werkt. Nou, en als je er wat bijvoegt, integer nummer too long, dat klopt aangezien, zeg maar, het is gewoon zo. Een long is gewoon een heel groot getal. Dus ik kan heel veel getalletjes aan. er valt eigenlijk niet te veel over uit te leggen. Maar ja, waarom je het gaat gebruiken, dat is eigenlijk geheel aan jou. Meestal moet je het gewoon gebruiken als je al weet wat voor getallen het gaat opleveren. Bijvoorbeeld een leeftijd. Waarom zou je daar een long gaan gebruiken? Gebruik gewoon een short of zo. Weet je wel? Dat soort dingetjes. Je moet gewoon weten waarvoor je het gaat gebruiken. In principe, ik ga ook nog één trucje laten zien en dan is het wel genoeg geweest voor deze aflevering, want het zijn al bijna 30 minuten. Tenminste, waarschijnlijk is het geknipt en 20 minuten al aan de gang. Maar alsnog, het is nog steeds lang om naar te kijken.
System.outprint is eigenlijk, hier kunnen ook in plaats van een string, want dat hebben we hier ingevoerd, kunnen we een s doen. Aangezien wij hier string s hebben gedaan, hello world. Plus allemaal tekentjes. En wat die gaat. Waarom heb ik een error? Hallo? Ik krijg geen idee. We gaan hem gewoon runnen. En even kijken wat de error gaat zeggen. Als hij een error geeft. Non-static. Oh, oké, of course. Ja, dat is logisch. Sorry. Ik was even vergeten dat ding static was. Kijk, dat is nou het handige aan zulke programma's. Als er een foutje in zit, dan geeft hij dat meteen aan. Meestal zegt hij, ja, er zit een fout, maar ik weet niet waar. Of dat soort dingetjes. Dat is gewoon soms vervelend, maar ja. Dan moet je, weet je, moet je gewoon even gaan kijken. Nou ja, en nu zegt hij gewoon, veel blabla is never used. Maar dat klopt ook gewoon. Dat snapt iedereen, denk ik wel. Maar goed, jongens. Dit was even de eerste aflevering. En hopelijk hebben jullie ervan genoten. En hopelijk hebben jullie er veel zin in. Ook in dat project. Laat zeker even je mening achter. In de comments. Of in de, ja, hoe zeg je dat in Nederlands? Comments. De reacties. Dat was het, de reacties. Nou, laat even achter in de reacties. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Waar we de basisregels van Java gaan uit. Tenminste, die ik ga uitleggen. En ik heb trouwens ook nog iets tofs voor jullie. Voor de mensen die nog steeds kijken naar deze aflevering. Want ik weet dat het is lang. Maar ik ga jullie ook thuis opdracht geven. Dus dingetjes die je zelf kan doen. En die je zelf mag allemaal gaan uitzoeken. Dat is misschien wel tof. Laat het ook weten of jij dat ook leuk vindt. En ik zou zeggen, ik check jullie in de volgende aflevering.